De stakingsdag afgelopen week in het Geleense. En wederom zal nu tot jullie spreken de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, de heer Job Cohen. En ik zeg het nog een keer, Job die knokt voor de jobs, onze jobs. Vorige week, vrijdag, in Geleen was het ijzig weer. En vandaag hier in Den Haag is het regenachtig en guur. En zo is het op dit ogenblik met Netcar. En dat terwijl Netcar zo'n prachtig bedrijf is. Waar velen van jullie al zoveel jaar met hart en ziel werken. En ik hoop van harte, samen met alle andere politieke partijen die hier ook zijn, dat dat tot in lengte van jaren mag doorgaan. En minister Van Hagen, die ik op dit punt geheel steun, die gaat volgende week naar Japan. En hij gaat daar knokken voor jullie. Maar ik hoop, en dat heb ik vorige week ook gezegd, dat premier Rutte dat hij meegaat. Want ik denk dat als de premier van Nederland in Japan bij Mitsubishi daar ook nog eens een keer gaat zeggen wat er aan de hand is, hoe goed dit bedrijf is en dat we dat overeind moeten houden, dat dat helpt. Wij gaan vandaag in de Kamer hier verder over praten. En ik zei het al, wij gaan hier geen van alle politieke spelletjes spelen. Wij staan als één blok achter Netcar. En ja, we hopen van harte dat we erin kunnen slagen, dat jullie erin kunnen slagen, dat het bedrijf erin slaagt om Netcar open te houden. Daar gaan we allemaal voor. En als dat niet lukt, ja, dan moet er een goed sociaal plan komen. Ook dat is volstrekt duidelijk. Dat is waar we allemaal voor gaan. Dat is waar ik jullie ook heel veel sterkte in toewens. En ik wil hier toch ook nog Henk van Rees en zijn mannen een groot compliment maken voor alles wat hij gedaan heeft, voor de manier waarop hij het vuur uit de slof heeft gelopen om tezamen ons uiterste best te doen voor dat prachtige bedrijf in Limburg, voor Netcar.